je je moestuin hebt leeggehaald vandaag. Dat heb je voor moois meegenomen. Ja, klopt. Koppertje komt met een nieuwe verpakking. En ik wilde even laten zien wat de veranderingen daarin zijn. Wij hebben altijd deze verpakking gevoerd. Dat gaat veranderen. We krijgen deze verpakking. Er zit één potje in een verpakking. Het is niet helemaal dichtgesield. Heel de zakjes van Koppert die gaan eruit. Die kunnen wat slechter tegen luchtstromen. En wij kiezen altijd voor zoveel mogelijk afgesloten. Er gaan er 12 van in een doos. De doos ziet er zo uit. Dat is wel een erg mooie presentatie. Er staat ook duidelijk op wat het is, wat de bewaartemperatuur en zulke dingen is. En ze komen ook met voor de specialties ook met een nieuwe uitstraling. Gewoon, dat zijn die Szechuan buttons. Ja, klopt. Mag ik een heel klein beetje proberen? Ik heb daar heel veel gekke dingen over gehoord. Ja, moet je daar eentje in mond doen of een klein stukje? Ja, ik zou een stukje doen, want anders tintel je over een uur nog. Dit is de nieuwe verpakking, kan je ook ophangen. Dat is wel erg mooi. Ja, Szechuan button, een elektrische tinteling op je tong. Erg mooi voor ijsgerechten bijvoorbeeld. Als je het bijvoorbeeld door de watermeloen heen pureert, dan krijg je echt een tinteling op je tong. En dat geeft een ware smaaksensatie. En eigenlijk staan al je smaakpapillen dan open. En dan proef je heel goed. Mooie reset tijdens een diner. Zeker met veel gangen. Erg leuk. Nou, we hebben nog meer dingen bij ons. Crazy Pea, dopertensmaak, Atsina, anijssmaak, rockchijf, knoflook. Vennekers, erg mooi voor decoratie. De hippotops, dus eigenlijk rode waterkers. Mooi rood en lekker pittig. De tahoekers met een notensmaak. De mosterdkers, met een mosterdsmaak. De daikon met een rettige radijsachtige smaak. En de advilakers met een dopertsmaak. De appelblossom, een licht frisse, eigenlijk eetbare bloem. Nou, de Szechuan buttons hebben we net gehad. Ik weet het. Ja, hè? Ik ben het aan het verwerken. Ja. De Bean Blossom, echt een bonensmaak. Ook erg mooi voor decoratie. En de jasmijn. De jasmijn, ook qua geur, erg leuk. Een mooie nieuwe verpakking. Ja, het ziet er echt wel mooi uit. En vanaf 20 maart komt in het assortiment. En in die loop der tijd gaat het stap voor stap gaat het over. Dus wat heb jij gemaakt vandaag? Ik zal kijken of ik eruit bij woorden kan komen naar het session. Maar het gaat wel lukken, denk ik. Ja. Ik heb een vegetarische lumpia gemaakt op basis van rijstvelletjes. Ik heb eigenlijk alle kersen gebruikt uit deze kist. Ja. Toegevoegd een beetje rucola voor de nootsmaak. Ja. Ik heb doperwten gebruikt. Die heb ik gemarineerd in het Tsunamoto. Die heb ik hier ook als dip staan. En de Crazy Pea zie ik ook weer doperwten smaak. Ja, zit er ook bij. Zoete sambal heb ik voor de pittigheid en de zoetigheid. Het zuurtje komt van de pickle van de Food Revolution. Eigenlijk is dit is echt een pure smaaksensatie op een bord. Is dat die sambal, want ik ruik ook echt sambal, komt dat daar? Maar het is een hele milde sambal, daar kan je zo bij wijze van spreken een hele eetlepel van eten. Ruikt en, goed. En dit is, Tsunamoto is ook vijfde smaak, dit is echt een smaakexplosie waar alle smaken op je tong worden bediend. Dus laat het je smaken. En erg mooi opmaken.